Het wijkplatform Malburgen, Immerlo en Het Duifje wil dat de gemeente zich aan de jaren geleden gemaakte afspraken houdt en de portiekflats aan Paardenbloemstraat, Elzelaan, Spireapad en Heermoesstraat sloopt. In een raadscommissievergadering van afgelopen maandag bleek dat eigenlijk alleen de P van de A voorbehoud van renovatie is. De flats zijn inmiddels bijna leeg.